Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video in de aflevering eigenlijk van de opleiding van Lex, die we een tijdje daarin volgen. En vandaag hebben we eigenlijk wel iets bijzonders, want we gaan namelijk pepperspray ervaren. Zeg dat goed zo? Ja, dat zit helemaal goed. Zelfervaring. Nou, dat doen we eigenlijk twee redenen. Reden 1 is dat we ze willen laten ervaren hoe het is om pepperspray in je ogen te krijgen. Ja. En dat klinkt wel zo van, oké, maar is dat niet heel pijnlijk? Ja, dat is ook wel pijnlijk en dat is ook wel een marteling voor ze af en toe. Maar het heeft wel een doel. Het gebeurt namelijk vaak dat ze in de praktijk door omstandigheden, denk aan weersomstandigheden of denk die ze aanhouden die opeens de pepperspray afkomt, dat ze toch zelf wel pepperspray in de ogen krijgen. Als dat hun eerste ervaring is met pepperspray in de ogen krijgen, dan raken ze toch snel in paniek. En wij zijn van mening dat als ze dat hier al een keer hebben meegemaakt, dat ze het herkennen, dat ze weten dat het overgaat, dat ze het gevoel herkennen, dat ze weten dat ze in principe kunnen blijven functioneren. Dus dat is reden 1. Reden 2 is dat we ook belangrijk vinden dat ze heel goed weten wat ze de verdachte aandoen die ze sprayen. Ik kreeg in het verleden nog wel eens terug dat mijn mensen die we hebben gesprayed, die worden dan zo boos en we moeten met ze naar de grond en dan gaan we half op ze zitten en dan goed. Even herken ik. Ja, precies, ja. Weet je. En nu beseffen ze wel heel goed van ja, als iemand boos is en iemand schreeuwt van ja, dat doet pijn en klaagt over ademhalingsproblemen. Ja, dan snappen we dat, of tenminste snappen we dat, maar dan snappen zij dat beter. En dan kunnen ze zich ook wat beter verplaatsen in die verdachte. Ja, dus dat vinden wij wel twee hele belangrijke redenen. Ja. En is dit ook een officieel examenonderdeel? Worden ze hier al getoetst of dat niet? Of is het gewoon dat je moet je dit ervaren? Ja, nou ja, eigenlijk zo. Het laatste is dat ze dit gewoon moeten ervaren. Iedereen moet dit ondergaan. Dit is ook verplicht onderdeel. Tenzij mensen echt een gegronde medische reden hebben. Hey, dit is gewoon de echte pepperspray, hè? Niet een of andere. Nee, dit is gewoon echt. Dit is gewoon ja, misschien puur. Dat te kijken denk van ja, nee. Dit is echt. We hebben blauwe busjes, oefenbusjes en we hebben grijze pepperspray. Ja. Dat is waar de agenten zelf mee hebben staan lopen. Die hebben wij hier ook gewoon in ons bezit. En die krijgen ze echt in de ogen. Ja, dus het is. Dus wordt niet gesjoemeld. En maar hoe gaan we dit doen? Gaan ze dan op reis aan een troep te sprayen maken? Nee. Omdat de ambtsinstructie zegt daar ook nog iets over. Ja, naar burgers toe, hè? Ja. Daar weet je alles zelf van. He, dus die wetgever die doet het bij hun ook. Ik kan er maar 4 kwijt in de koelruimte of in de spoelruimte, zeg maar, in de oogdouche. Dus wat wij doen is, we geven ze eerst een korte fysieke prikkel. Waardoor ze toch even licht uitgeput raken, op het hoog in de ademhaling komen te zitten. Dus we bouwen de spanning eigenlijk een beetje op. Ja, precies. Ja, dus dat proberen we op die manier een beetje na te bootsen. Dan zetten we ze neer met de ogen dicht en zo gauw de duim omhoog gaat, zijn zij klaar om te ontvangen, zeg maar. Dan sprayen we op de ogen of in het gelaat, dus eigenlijk dit stuk, zeg maar. Probeer het natuurlijk in de ogen, want dan hebben ze natuurlijk de directe ontvangst, zeg maar. Dan gaan de ogen open, hè? Dus we moeten wel even knipperen met de ogen, zodat het er goed in komt. Want we willen wel dat ze het 100% beleven. Ja. Ja, daarna laten we ze eigenlijk nog ervaren wat ze nog in staat zijn om te doen. Dus daarna wordt ze opnieuw belaagd door de verdachtes. In dit geval zijn dat dan de collega's met een kussen, waar ze op weer moeten trappen, stoten. En dan kijken hoe lang ze dat vol kunnen houden en zich niet alleen de aandacht richten op de pijn, maar ook in dit geval, ja, noem het overleven, maar in ieder geval staande blijven nog even totdat eventueel de collega's er zijn om te assisteren. En op een gegeven moment roepen wij aanhouden, dan moeten ze ook nog de verdachte in de boeien doen. En als ze dat hebben gedaan, dan gaat de hand omhoog en dat betekent dat ze hebben afgeboeid en de boeien hebben gelokt. Klaar voor transport noemen wij dat dan eigenlijk. En daarna laten we ze tegen de muur zitten en dan laten we zichzelf beschermen. En dan moeten ze dus een bepaalde positie aannemen waardoor ze geweldsmiddelen afschermen en de vitale delen. En daarom worden ze meegenomen door een buddy en die neemt ze mee naar de spoelbak. Oké. Ja. Nou, een hoop informatie ook voor de kijker en zo. Een hoop, wil je nog even bij de spoelbak kijken of heb je die al gezien? Nou, laten we even heen gaan en dan gaan we denk ik even brieven. Ja. En dan gaan we beginnen. Ja. Helemaal goed. Ja, spannend. Dankjewel. En ik ga jullie meenemen. Ik zeg let's go. We zijn inmiddels aangekomen bij de oogdouches. Je kunt je dus voorstellen dat er straks de pepperspray in de ogen is. Dat ook weer eruit gespoeld moet worden. Pepperspray is namelijk een vloeibare substantie met daarin kleine korreltjes. En die korreltjes branden heel erg. En die komen dan ook in je ogen terecht. En hier zijn een aantal oogdouches. Die spuiten zeg maar met een straal de korreltjes weer uit de ogen. Of eigenlijk bij de ogenlid is het geloof ik zelfs. Die zijn op alle politiebureaus in Nederland hebben die ook altijd aanwezig. Dus dat we besmetting zowel van verdachten, slachtoffers en onszelf natuurlijk snel weer kunnen spoelen. Nou, ik hoor een beetje door zo de herrie. Dit zijn dus die oogdouches. En even dichterbij.
zie je die twee pinnen. Daar moet je eigenlijk zorgen dat het precies onder je oog zit. Dus het is ook best wel eng. Je moet hem heel dicht bij je oog houden. En dat spoelt dan de korrels eruit. En eromheen is het voor verkoeling. En praktische middelen zoals een plantenspuit en de apparaten die we hier buiten bestaan werken ook heel goed. Nu de focus even richten op de pepperspray, de live pepperspray, op zelf ervaring. En die gaan zo staan. Dan word je weer belaagd met een kussen. Daar gaan ze meteen terug. Er zijn mensen die ze open houden. De uitleg zit erop, Lex. Ben ik klaar voor? Ja, ben je al een beetje gespannen? Nee, nog steeds niet. Nee, echt serieus niet. Okay. Ik heb er gewoon zin in. Ja. Nou, ik hoor dat jij die kant op moet daar met de groep mee. Ja. En dan zie ik je zo meteen hier weer bij... Dus nu heb ik een egaal huidje en zo meteen dan zal ik er iets minder vrolijk uitzien. De pepperspray hoor. Ja. Succes man. Dankjewel. Sterk. Hij moet eerst een stukje vechten, of eigenlijk op het kussen, alsof hij wordt aangevallen, dus verdediging. En op een gegeven moment zal hij dan pepperspray in zijn gezicht krijgen. En dan moet hij zich proberen na te bootsen hoe hij in het echt zichzelf nog moet redden. Dus dat je ineens even niks meer kunt zien, maar jezelf misschien moet verdedigen. En daarna een veilige locatie zien te vinden. Oké, trap en stoot. We gaan beginnen. Duim omhoog, ogen dicht. Ja, let's go. Komt-ie. Ogen open, knipperen. Ja, kussen. Hier, pak hem maar. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom. Nog weer. Zoek die arm op, zoek contact, waar is hij, waar is hij? Waar ben je? Goeie of links? En lokken. Kijk, ik ben hier. Blok. Fucking hell. Kijk, jij bent een lokken van de brand. Ik ben een lokken van de brand. Ah, ik ben hier voor de kant op te halen. Is de bunny gewoon de brand? Fuck! Kom maar naar Lex. Die van Broekse, die van achteraf, voor mij. Ja. Dat zou lopen. Hier is de afstand, hier is de ja. Fuck. Nu, kom maar. Ik ga van de je vingers over, je vingers. Ik heb mag dus net ook aanhalen. Dan is het terug. Goed zo, met jou ga ik echt. Oh. Oké, ik ga weg. Hier. We zijn ongeveer... wat is het? Een kwartiertje verder? Ik weet niet wanneer. Ik zet hem 32 minuten geleden, zette ik hem aan. Aan? Ja, deze camera. Mag zeggen hopen. Oké, helder. Ja. Maar je kan weer praten, net als je niet heel spreekbaar logisch ook doet. Ik ben nu een beetje lacher over, maar... Ja. Eerst zijn echt je ogen, die zijn de hel. Mijn ogen gaan nu wel, ik loop wel te knijpen. Ja. Maar het is voornamelijk mijn huid die gewoon echt in brand staat. En het is wel lekker als je een beetje een koel... Of überhaupt een briesje is, alleen het is nu windstil. En dat is echt een beetje heel naar. Ja. Maar dit is echt serieus. Neem van mij aan, als een agent zegt... Laat je wapen vallen, stop of ik gebruik pepperspray. Stop. Echt jongen, pepperspray, dat wil je gewoon niet. Echt niet. Laat dat een wijze les zijn. En nu? Ja, nu wachten tot ik klaar ben. Dat het helemaal weg is, de pijn. Het is echt pijn. En dan straks maar eens even douchen. En even iets schoons aan trekken. Want, het is helemaal, helemaal nat. Vooral waterspoelen en zo. Ja, het is niet helemaal waterresistent. Als jij nog even gaat zorgen dat je ogen verder doen, dan spreek je straks alweer. Is goed. Good luck. Ik heb het denk ik al wel eens eerder een video verteld. Normaal zie je natuurlijk voor oefeningen vaak de blauwe pepperspray. Dat is echt de oefenpepperspray. En dit is de grijze variant.
die wij als collega gewoon op straat hebben. Dus dit is echt het officiële pepperspraymiddel. En dit zijn inmiddels de busjes die er doorheen zijn gegaan hier voor de pepperspray-ervaring van de collega's. Zo, Lex, inmiddels omgekleed, uniform uit. Ja. Hoe voel je? Burgerkledij. Nee, ja, top. Oh, we gaan debrieven. Het gaat wel. Kom zo voorbij terug. Als je straks thuis bent, ontspan. Heb je een reden om thuis niks te hoeven doen? Nou, is dat niet mooi? Toch? Zeg vooral, ik mag me niet inspannen. Ik mag niet zweten, want dan gaan mijn poriën open. En dan krijg je een herbeleving en dan hebben we de pop aan dans in huis. Dus ik moet ontspannen. Douchen, ik zou ermee wachten. Oké, Willem, bedankt hè. Bedankt. Graag gedaan. Vandaag voor het vastleggen van de ervaring. Ik denk dat het wel goed is dat mensen ook wel een beetje een inkijk krijgen van oké, maar waarom doen we nou je bepaalde dingen? En niet alleen sensatie, maar ook juist even de doel erachter van waarom doen we dit? En mooi dat je dat wil vastleggen voor ons vandaag. Dus top, bedankt. Ik wens jullie een hele fijne dag verder. En we zien elkaar. Yes. Oké. Nou, we lopen net weg bij de briefing. We zijn ongeveer 2 uurtjes verder, denk ik. Hoe voel je nou, Lex? Ja, ik voel me nu wel weer goed. Ja? Ja. Ik heb af en toe nog wel dat ik een beetje moet knijpen met mijn ogen. Maar ik voel me oké. Ja. Okay. Toch grappig, of grappig. Bijzonder om te zien dat na zo'n heftig middel, dat het dan nu weer... je kunt weer functioneren, laten we het daarop houden. Het zal wel even onprettig voelen. Ja, ik denk dat ik wel heel erg lekker ga slapen. Want je bent toch best wel behoorlijk bezig. Met overlevingsdrang lijkt het wel, maar je bent er gewoon 40 minuten bezig ongeveer voordat het gespreid is en dat je het weer uitgewerkt is. Dus ja, je hebt wel even iemand flink onder controle als hij gepepperd is. Wordt vol de video, weet je het al? Nee, geen idee. Nog geen onderwerp? Nee, ik denk dat het een mooie verrassing wordt. Oké, tot de volgende keer dan weer. Is goed. Later. Ciao.